Zo, de nieuwste onderbroek van mijn Jan Klaassen is mooi netjes opgestreken voor in de kast te leggen. Nu mijn goeie keukenhanddoekje. La 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 la. En in de kast leggen. La 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 la. Oh, maar waar zou Jan Klaassen nu zijn? Die zal toch niet in de zijn bed liggen voor een middagdutje, toch nog altijd aan het slapen zijn, die Leila. Ik ga hem zoeken. Oeh, lalaatjes. Dat mag niet gebeuren. Eerst mijn strijkijzertje mooi recht zetten. Want vorige keer, toen had ik een gat gebrand in de onderbroek van mijn Jan Klaassen. Dat mag niet meer. Maar pst, het is misschien wel goed hoor. Want Jan Klaassen, die kan scheetjes doen. Zo. Oh? Jan Klaassen is hier niet. Waar zou hem dan wel zijn? Toch niet in het grote bed boven zeker. Word eens gauw wakker, Jan Klaassen. Kom aan, vooruit. Oh, ik verschiet mij helemaal wakker. Is het al zo laat? Dan moet ik onmiddellijk opstaan. Eens zie wat weer dat is. Oh, het zonnetje schijnt. En daar is heel de hinder beneden. Hilda, hallo. Huh? Ze hoort het niet. Hilda. Ik moet Hilda kunnen roepen. Ik heb al een idee. Ik maak een flubberfluit. Een flubberfluit, een flubberfluit. Ah, hier zitten we dan. Eerst nemen we alle gerief voor de flubberfluit klaar. In de schuif hier een stuk papier. Met niks op. Zo. Dan nemen we een schaar. Waarmee we nog niet gaan knippen. Want eerst wil ik een beetje het papier kleuren. En oranje, omdat Quint het dat zo graag ziet. Ah, een beetje groen misschien? Jacoba, is dat goed? Ga ik een beetje groen nemen. Een meesterwerk. Wat zeg je, Ella? Moet ik voor u ook nog een beetje een kleurtje inzetten? Eens kijken wat voor kleurtjes dat ik hier nog allemaal heb liggen. Ah, hier is ze. Mooi geel. Ona, wilt die ook al een kleurtje hebben? Misschien blauw dan. Hé? Ona, is dat goed? Ja, die vindt het vast prima. Zo, voilà. Dat is klaar al. Nu gaan we knippen. Eerst hier een strookje knippen. Och, wat zal het zijn? 3 centimeter? Zo, en nog eentje. Knippen, 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 knippen. Zo.
nu gaan we plooien. Zo, centimeter of 5. En deze ook. Zo. Dan doen we dat. En zetten we dat zo tegen ons mondje. Ik kom naar buiten met de flubberfluit. Oh, Jan Klaassen. Hilde, joehoe. Leve de flubberfluit. Zeg, Jan Klaassen, nu was ik toch wel heel hard verschoten van uw flubberfluit. Oh, Katrijntje, ik zal hem eens goed vastpakken, dan gaat dat over. En Jan Klaassen en Katrijn, die vinden het zo fijn om bij elkaar te zijn. Ja, bij elkaar te zijn. Dag, tot ziens.